Multilo Creative Advertising Media and Communication Consultants Agency met Marloes. Multilo Creative Advertising Media and Communication Consultants Agency. Oh, ik, Marloes. Oh, dank u wel. Ja, nee. Nee hoor, mijn vader heet Chad en mijn moeder is dood, maar die heet ook Marloes. Ja. Ja, mijn beide zusters heten ook Marloes. Mijn ouders vonden dat gewoon een mooie naam. Nee, die is er nog niet. Nee. Nee, die kan wel ieder moment komen. Kan ik... Ongelukkig. Goed. Ik zal het doorgeven. Ja, dag hoor. Hé, ik ben je naam even kwijt. Hoe is het? Hé, hey, Fritsie! Hey, Fritsie! Hey. Hoe is het? Ja. Goed? Ja, ja. Ben je naar de caravan geweest? Nee. Nee? Ga je niet meer naar de caravan? Nee. Heb je wel een caravan? Nee. Nee. Zeg, ik ben je naam even kwijt. Is er nog voor mij gebeld? Een man van de kleurshampoo heeft voor jou gebeld. Oh, ja, ja. Ik vond de tekst een beetje ongelukkig, haar dat mooi uitgevallen is. Oh, ja. Dus die man denkt, ik bel Marloes even, want dan vraag ik aan Marloes of Marloes eventjes de zaken op orde wil zetten. Want Marloes kan dat altijd zo aardig, dus bij deze doet Marloes dat. Hé, hey, ik... was laatst in Helsinki, weet je wel, voor die conferentie. En we zijn leuk, want er waren heel veel verschillende reclame mensen van all over Europe, weet je wel. En vooral die Duitsers maakten heel veel indruk tijdens die conferentie. Het was leuk om te zien. En, maar op een gegeven moment heb je dan zo'n... is dat ten einde, zo'n conferentie, heb je dan zo'n receptie, zeg maar. Weet je, dat je dan elkaar weer ziet en een beetje een drankje drinkt. Dat je met elkaar in gesprek raakt. Ja, ja, ja. En komt op een gegeven moment komt zo'n man naar me toe, weet je wel. Dat is dan een van die Duitsers. Die Duitsers waren heel erg goed, hoor. En die... en dan denk je, ja... Weet je wel, dan denk je, ja, die Duitsers... En wat dan zo handig was, hadden ze van die naambordjes hadden ze op. Met hun naam erop. Misschien een ideetje. Moeilijk, hè, denken. Wil je het doen, Frits? Hé? Wil je het doen? Ja, nee, het is een nieuw systeem. Nieuw systeem? Ja. Wat is het voor systeem? CDSS. CDSS? CDSS, ja. CD Surfing System. Wat? CD Surfing System. CD Surfing System? Nee, searching. Ja, searching. Surfing, is dat met internet of zo? Nee, dan kun je makkelijk een cd'tje vinden, moet je opletten kijken. Dus, heb je een stormgeluid nodig bijvoorbeeld, dus storm, dan doe je 2, 8, 2, 4, 2, 1. Wacht even. Ja, een verkeerd nummer ingedrukt, wacht even. Dat is heel simpel, wacht even. Eerst die code, en dan het nummer, 2, 8. Ja, daar komt ie. Ja, zie je hem? Ja, dat is mooi. Ja. Ja, maar dan moet je hem nog wel zelf halen. Ja, wel, maar dan komt een nieuw systeem, dat staat nog in zijn kinderschoenen. Maar dat kan niet er makkelijk in, snap je? Hier. Mooi, mooi. Heel mooi. Zeg Frits, heb jij dat radiospotje nog afgekregen? Ja, vannacht tot 4 zitten werken, man. Oh, ja? Ja, joh. Ja. Mag ik hem even volgen? Ja, natuurlijk. Even kijken. Nou, daar komt hij. Moeilijk, hè, audio. Hey, zie jij dat altijd met mijn poppetje spelen? Oh, nee, man, ik ga voor alleen maar een kusje. Oh, pas op, dan gaat die al de lucht in. Oh, even bellen. Nu bij 125 gulden aankoop of meer, ook op zondag extra bonuspunten voor een tweede gratis bijltje in onze megastore. Laat het geld verdienen maar met ons op. Ja? Mooi, hè? Wat vind je zelf? Ja, ik vind het prachtig. Ja. Ja, ik vind het gek. Ja, vind je het goed? Ja, ik vind het gek, ja. Nee, je kan wel eerlijk tegen me zijn, hoor, Frits. Nee, serieus. Ja, het is meestelijk, ja. Nee, je zegt het te snel. Ja,
Ja, je zegt dit. Ga eens even, ga staan. Ga staan, laat het nou eens even rustig op je werken. Ja. Nee, haal het even terug in je hoofd. Even terughalen. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het meesterlijk. Ja? Ja. Ik vond het verslagen kut. Maar ja, goed. Misschien kunnen we nog wat aan doen. Ik weet het niet, hè. Hé, hey, Marlies. Marloes. Is er nog voor mij gebeld? Jullie uit Acapulco hebben gebeld. Je hebt die dure zonnebril daar laten liggen. Oh, met die shoot van het weekend. Ja. Mooi. En wat heb je ermee gedaan? Verschoven naar volgende week. Weet je trouwens wat leuk is? Ik kwam terugvliegen uit Acapulco. En ik zat, zo'n intercontinentale vluchten mag je daar niet roken. Dus ik zat achterin, dat hou je niet vol, 9,5 uur. Dus ik zat achterin een chauffeur te draaien. Er komt zo'n stewardess op me af. Die zegt, nu mag je niet roken. Dus ik zeg, dat maak ik wel uit. Shirley, want die had zo'n naamkaartje op de uniform. Zo leuk. Je kunt misschien trouwens even bellen aan die vliegmaatschappij. Ik heb mijn zonnebril kwijt. Ja, misschien... Hey, Fritsie. Hey. Hey, ja. Nog steeds bezig met de CDSS? Ja. Niet gelezen. Wat? Dat is een pagina groot artikel, man. Wat dan? De reclamelul. Huh? Die van vorige week. Misschien? Ja, het is niet goed. Het heeft een soort straling. Ja. Weet je, net als die mobiele telefoontjes. Ja. Ja, en het is dus vooral gevaarlijk. Je moet hem dus niet op iemand richten. Ja. Het kan gevaarlijk zijn voor wat in je bek zit. Hoe heet dat nou? Wat de tandarts erin pompt. Hoe heet dat spul nou? Amalgaam. Amalgaam, dat was het. Amalgaam. Ja. Ja, nou dat. Moet je dus nooit doen. Nee. Soms in. Bedankt voor de tip. Ja, oké. Hey, Martin. Hey, Menno. Alles goed? Ja. Ja. Wie zit? Ja. Gisteren nog een hapje gegeten in dat restaurantje, weet je wel. Waar al die leuke dingetjes werken. Welk restaurant? Hè? Welk restaurantje? Waar al die leuke dingetjes werken. Oh, dat restaurant. Weet je, die serveerstertjes die hebben met zo'n naambordje. Nee. Nou, ik bestelde dus zo'n steak tartare. Zegt zo'n dingetje tegen mij, hij denkt heel attent en bij de hand te zijn. Die zegt tegen mij, dat is wel een rauw gerecht. Daar wou ik even voor waarschuwen. Ja. Dus ik zeg tegen haar, ja, ik weet wel dat een steak tartare, dat rauw is. Ja, tuurlijk. Nou, dat weet ik. Nee, ik zeg het maar even. Dus een half uurtje later komt zij terug met het gerecht. Ik zeg, ja, godverdomme, dat is rauw. Ja. Goed, hè? Ja. Ah, je hebt de kop moeten zien van het. Ja. Ah, joh. Gelachen, man. Ja. Dus ik zeg tegen haar, het was maar een geitje. Nee, maar niet uit eten geweest. Hoor. Nee. Maar het lullige is, dus wat dat betreft, ik ga daar nooit meer naartoe. Want ik had dus het steak tartare, had ik dus niet besteld. Nee, dus ik probeer je wel te pakken. Ja, hé. Hey. Fritsie, moet je opletten. Hier, moet je opletten. Fritsie, laat dat radiospotje nog even. Voor. Het is tot 4 uur aan gewerkt. Hé, hey, zit jij dan altijd met mijn poppetje spelen? Nog één man, ik ga voor alleen maar een kusje. Oh, pas op, dan gaat die al de lucht in. Oh, even bellen. Nu bij 125 gulden aankoop of meer, ook op zondag extra bonuspunten voor een tweede gratis bijltje in onze megastore. Laat het geld verdienen maar aan ons. Vind jij zelf? Ja, ik vind het volkomen kut. Goed meester. Vind jij me? Ja, ik vind het meesterlijk, ja. Meesterlijk, dat is goed. Niks meer aan doen. Hij me los. Wat maak jij nou? Ik heb gisteren een presentatie van het spotje. Staat hier op mono, man. Wat maak je nou? Rare kanariepiet met die rare geel... Oh.
Jerry. Hey. Ben jij er nog uitgekomen? Vullingen komen eruit, man. Ja, nee. Ja, uitgekomen. Wie begint? Ja, zal ik beginnen? Ja, maakt niet zo. Jij beginnen. Weet je wat ik denk, jongens? Laat ik binnen het bureau blijven. Ja. Dat is mondje dicht. Dat geldt ook voor jou, Marloes. Oké. Frits, mondje dicht, hè. Jongens, binnen het bureau. Fritsie. Ja. Laat even het dingetje zien, hè, jongens. Ja. Het is het idee voorlopig. Maar... Even zien. Moeilijk, hè, video. Ook idee. Hier komt hij. Gek hoor. Het idee is er. Ja, nou, dus laat even voor de duidelijkheid nog even het andere. De tweede ook even zien. Okay. Heb je er nog één? Laten we het over hetzelfde hebben. Wacht even. Twee, verlaten. Oké, ja, okidokie, daar komt hij dan, hè? Ja. Geluid goed, hè? Ja. Mooi. Ook iets in de ringboek. Ja, is goed, hè. Hij doet het goed, hè. Hoi. Wat heb je bedankt? Ja, het idee is... Op zich sterk, hoor. Ja, zeker. Het idee is duidelijk. Ja, het idee is glashelder, ja. En het is ook, ja... Leuk is ook dat Loekie, ja, die was zelf natuurlijk een beetje, dat dit ook echt wel is wat hij zelf wilde. Ja. Omdat hij toch... natuurlijk een beetje uitgekeken op die, ja, wat zoetige dingen. Die omzakkende plantjes en dan alleen nee, maar... Nee, dat is niks van Loek nee, ook. Nee, weinig tekst had hij ook. Nee, Loek. Ja. Maar Loek is ook iemand die, ja, heeft een, voor zichzelf een drive. Loek is van zichzelf altijd een beetje ja, klein gebleven, terwijl hij ja, groot is. Ja, dat is ook het leuke, want het is veel mensen die denken dat het is een beetje, ja, een beetje een watje. Nee, of het is een beetje een lullig ettertje, maar het is in wezen, van inborst is het toch wel een beetje een rock'n'roller, hoor. Ja. En ik vind dat hij er ook heel normaal onder blijft verder. Want ik heb gisteren, ben ik in een steak tartaar gaan eten in een restaurant samen. En je krijgt dan meteen, je bent ergens binnen, je hebt niet gereserveerd, zit hartstikke vol en wordt ook meteen herkend. Dus je krijgt meteen het mooiste tafeltje aan het raam. Blijft er heel normaal onder. Nee. Hij wist niet dat steak tartaar, dat een rauw gerecht was. Maar hij deed helemaal niet interessant over of vervelend. Voor een leeuw is dat natuurlijk raar dat hij geen steak tartaar. Rauw vlees. Rauw vlees en hele familie. Ik wist niet dat het rauw vlees was bijvoorbeeld. Nee, precies. Maar nu wel. Door Loek weet je dat. Omdat jij het net zegt, maar je wist het niet. Nee, maar hij is echt wel een toffe gozer. Ja, want, toen voor dat idee van mij ben ik ook met hem gaan brainstormen. Ja. Zijn we naar het strand gegaan, een beetje uitwaaien, een beetje... Toen heb ik op een gegeven moment dat idee voorgelegd aan hem. Ja. Ik zei, maar we hebben Inimini nodig. Kan niet zonder. Ja. Kan niet zonder Inimini. Zeg, Loekie, nou man, maak je niet ongerust. Ik bel voor jou in die mini. Ja. Weet je wat, zo is hij dan dus ook. Ja, wel, maar in die mini is heel moeilijk los te kopen. Daarom. Ja. Dat heb Loek voor elkaar gekregen. Ja, dan zegt Loek, nou dan doe ik dat toch voor jou. Nou, dat is toch tof. Ja. En hebben we gebrainstormd op het strand. Maar komt hij zelf ook met ideeën? Hij komt met heel veel ideeën, want hij weet heel goed wat hij wil, hoor, Loek. Maar woont hij nog daar in Brasschaat met haar? Nee, hij is niet meer met Inimini. Nee, hij is niet meer... Hij is niet meer met Inimini. Nee. Maar goed, het heeft gebreist. Oh, zeg. Eucalypta heeft gebeld.
En die kalfsleren tanga slip, die was te groot. Oh. Nou, dan heeft Paulus de verkeerde maten doorgegeven. Ik zal het even laten zien. Het idee is, zaterdagavond, cruiseavond. Loekie is aan het cruisen in zijn auto. Door de straten, hij is eenzaam. Is dat die auto die hij over heeft genomen van de Pink Panther? Ja, dat is deze, ja. Dat is diezelfde auto. Ja, mooi. Ik vind die ook goed, dus we zijn auto gebruikt. Leuk is hij. Echt een toffe gozer. Hij is leuk. Hij is aan het cruisen, voelt zich een beetje eenzaam. Dit en dat. Komt hij op een gegeven moment Inimini tegen. Inimini heeft ruzie gehad met een vriend. Blauwe ogen geslagen. Dus eenzaam, verdrietig. Loekie eenzaam, verdrietig. Inimini eenzaam, verdrietig. Schept een band. Ja. Loekie zegt, kom mee naar boven. Krijg even een kopje koffie, kopje thee, whatever wat jij wil. Ja. Inimini gaat mee naar boven. Ja. Met Loekie, de trap op. Op een gegeven moment zijn ze daar met z'n tweeën. En eigenlijk gaat het dan van kwaad tot erger. Het was eigenlijk een idee van Loekie zelf, dit. Ja. Dat hij dan op een gegeven moment eerst een kopje koffie, een kopje thee, een wijntje, drankje, dingen. Als het ware dat hij Inimini een beetje dronken voert. Op een gegeven moment weet Inimini niet helemaal precies meer wat ze doet. En dan denkt Loekie, ik pak mijn kans. En dan duikt hij bovenop, maar Inimini wil dat daar. Maar ja, je kent Loekie bovenop. Had je me nou? Ja, dat zegt hij dan. Dat zegt hij dan, de hele tijd. Zijn eigen teksten schrijft hij ook. En Inimini, die zegt op een gegeven moment, zegt Inimini, ja, had je me nou niet loslaat, dan roep ik de politie. Dat is het moment dat hij ineens dat besef krijgt, Loekie. Dan denk ik, ik ben te ver gegaan. Ik ben misschien te ver gegaan. Ja. Dat is het stukje educatie naar de doelgroep toe. Ja. Ja, eventueel zou hij daarna nog kunnen zeggen, maar ik rook niet. Maar dat weet ik niet. Kunnen we misschien. Wacht even. Mooi. Combineren. Mooi. Maar dat is tof. Dat is tof dat hij dan zelf dat soort dingen aandraagt. Ja. Terwijl hij dan zelf helemaal niet sowieso positief overkomt of zo aan zichzelf. Nee. Nou, vind ik knap. Om iets te ontdoen. Wat hij heeft. Dat was nog wel geestig. Ja. Toen gingen we terug. Ja. Terug van het strand. Ja. Inimini dan meteen een taxi naar Brasschaat. Want daar woont Inimini nog wel. Maar niet meer met Loekie, begrijp ik wel. Ja, Marco Bussato. Dus ik was Loekie uit het oog verloren. Ja. Weet je. En ik sta op een gegeven moment met mijn auto met stoplicht. En rijdt ineens die roze. Weet je, die roze maar. Ik denk, wacht even, weet je wel. Voor het stoplicht. En Loekie een beetje knipogen. Ik denk, daar gaan we even, weet je. Dus ik zit er maar zo hard in die bed. En ik ga een beetje gaan vast. Loekie ook. Pat! Springt op groen. Bam! En allebei weg, weet je wel. Om het hardst. Maar het is moeilijk om Loekie bij te houden, hoor. Op een gegeven moment komen we bij het verkeersplein. We denken, wat er omheen? Hup, recht er doorheen, weet je wel. Zo was er overheen. En toen op een gegeven moment komen we bij die brug met die staanders. En Loekie, die kan nog net weg. En ik rijd zo keihard, zo pop! Met die auto tegen die pilanen. Hele auto tanteloos, weet je wel. Champier, Loekie. Vind ik echt tof van hem. Nee, meen ik. Leuk. Ik dacht dat hij hier niet mini is. Die niet meer met Tommy. In die manier, Tommy, nee, dat is lang uit. Ja? Ja, nee, die Tommy, die scharrelde toch met, kom. Ja, die woonde in dezelfde straat. Ja? Van Goslaarstraat. Het zit daar bij Knokken. Ja? Hoek bij Knokken, als je recht doorgaat. Ja, precies. Dus vlakbij Sesamstraat en dan linksaf. Sesamstraat door en dan links. Ja.
Nee, want ik hoorde dat die Tommietje was toch met dat kleine blauwe dingetje. Ja, met dat gekke. Geil domme. Ja, dat geile blauwe dingetje met dat witte mutsje. Ja, die witte muts. Ja, ja. Die lusten erop. Ja, een smurfinnetje. Ja, een smurfinnetje. Oh jee, ja. Die lusten erop. Ja, ja, ja. Terwijl Inimini, dat weten heel weinig mensen. Inimini, die heeft op een gegeven moment, heb ik gehoord, heel lang gescharreld met die. Kom met die andere kabouter. Klein mannetje. Ja, ik weet wat je bedoelt. Zeggen. Ja, Fritsie! Fritsie! Dat andere kleine kaboutertje. Lex Schoutsmeer. Ja, Lex Schoutsmeer! Ja. Ja, die was het. Dat was het. Die heeft toen. Ja, ik weet niet. Zou dat even vragen? Jongens, kan een van jullie eventjes. We zitten even midden in de meeting, schat. Je moet hem zit toch pakken. In de musical? Wie zit dan? Ja. Het is Peter B. hemzelf. Met Carrie en Anna Tefka. Met Carrie en Peter B. Peter B. Hé, Paulus. Ja. Ja, verkeerde maten doorgegeven, hè? Ja. Oh, je kon er niet bij. Ja, dat moet je zelf ook niet doen, hè? Ja, weet ik veel. Ik weet niet wie er allemaal in het bos nog waren. Nou, ik had meteen Oeruburu gevraagd. Ja. Die is toch veel secuurder dan ik. Ja, nou laat het niet weer gebeuren. Hé? Oké, Paulus, gaan we een keer een kopje eikeltjes koffie drinken. Doei! Wacht even, was je er nou uitgekomen of niet? Nee. Nou, mocht maar zien. Ja, oké. Ik ben benieuwd. Brit! Nee? Nee, ik kom er zelf nog twee keer. Oké. Hey. Het is een iets ander plan. Het is. Mijn plan is meer worldwide. Moet je voorstellen? Is een weg. Ja. Nou, het kleed denk je even als weg. Nee. Oké. Komt er. Kom de wagen. Kom de wagen. Ja. Komt een wagen. Ja, wagen. Mooi. Wagen. Amerika. 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 Ja. Oh. 1963. Die vrouw die duikt op Loekie, het zou eventueel Inimini kunnen zijn. Er komt nog een man, die pakt de resten van Loekie van de achterkant af. Ja. En zat ik te denken, omdat we dus geld hebben voor die 1000 billboards, van 6 bij 30 meter, dat je al die elementen, dus je als het ware snij je Loekie aan 100 stukjes. Ja. En dat komt dan tegen die billboards aan. Ja. Geplakt. Met wat bloed en klodders en hersens en zo. Ja. Ja. Er staat onder Inimini. Met tranen in de ogen. En er staat onder Kennedy nog. Kennedy nog. Kennedy nog. Ja. Want het zegt ons misschien, maar de jeugd zegt het weinig. Dus als ze dan vragen, kennen die nog? Gaan ze naar papa en mama en zeggen, ja, kennen. Ja. De United, ja. The United Colors of kennen die nog? Ja. Om een soort shock, een soort whiplash te veroorzaken. Ja. Dus mensen die zien dat bord en denken, hey, kennen die nog? Ja. 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 Ja, ik weet niet of dit de meest geschikte vorm is om de boodschap van zinloos geweld naar onze doelgroep te communiceren. Ik vind het wel mooi. Ja, het is een statement. Ja, maar of men begrijpt dus de doelgroep. He, dat als wij Loekie gebruiken, campagne tegen zinloos geweld, of dit dan zinloos geweld is, dat vraag ik me af voor het laatste.
dat ligt maar vanuit perspectief van wie je dat bekijkt. Ja, dat is sowieso lastig, vind ik, want omdat je bij deze scène, dat ik zelf al bedacht, ja. Bij deze scène natuurlijk kan je ook wel spelen, hè, zinloos geweld, ik bedoel, maar Loekie, je hebt er wel zin in, dus zo zinloos is het nou ook niet. Maar zij spartelt tegen, zij wil duidelijk niet. Kijk, dan heb je weer die twee kanten. Maar het is waarschijnlijk zinloos hoor, dat tegenspartelen. Ik ken Loekie. Ja. Dan zit jij, Menno, waarschijnlijk nog het dichterbij met jouw idee, bij het hele idee voor die campagne. Ja. Met altijd twee kanten. Altijd. Aan de andere kant is dit ook als Loekie daar staat, die wordt, krijgt dan een klap voor zijn kanus, maar ja, heeft het ook op een bepaalde manier, lokt hij je toch uit. Ja. Alleen door daar te staan, zo. Ja. Voel ik hoor. Misschien hebben we de nadruk te veel gelegd op geweld en te weinig op zinloos. Misschien moet je gewoon kunnen zeggen, oké, zinloos moet misschien, als je die hele campagne ziet, moet je misschien gewoon zeggen, zinloze campagne. Dat je er dan bent. Ja. Gewoon een zinloze campagne. Een zinloze campagne maar.